Yo beste kijkers van Lost Buildings, ergens langs een drukke weg in België bezochten we een verlaten huis en ontdekten een echte tijdscapsule. Alles lag er onaangetast bij, inclusief oude foto's van de vermoedelijke bewoners. Bizar genoeg vonden we een schuur vol spullen, waaronder een oude graanmaalmachine. De mysterieuze geschiedenis van dit huis blijft onbekend. En waarom het is achtergelaten zonder dat nog iemand er ooit naar heeft omgekeken, is een enigma dat ons verbijsterd achterlaat. Yo beste kijkers van Lost Buildings, jullie hebben net de prachtige beelden gezien van deze verlaten boerderij. Maar voordat we verder gaan met de Explore heb ik helaas een grote mededeling. Want tijdens de opnames dachten we hebben een super vette video gemaakt en dat hebben we ook. Alleen kwam ik thuis in mijn studio en ik wou de video gaan editen. En toen kwamen we er helaas achter dat een groot deel van de audio corrupt is geraakt. Of in ieder geval niet meer bruikbaar is. Dus helaas moeten we nu de video met veel muziek en voiceovers gaan doen. Maar dat lijkt mij geen probleem, want dit is gewoon echt een super vette video geworden. En we willen hem gewoon alsnog uitbrengen. Dus je kijkt naar Lost Buildings. Nee. Oké, wauw, hier staat een. Het lijkt op een muis. Ja. En die dreef. Wauw. Oh, die dreef die machine aan. Een soort graan, maal, iets. Wow. Zie je, dat dreef die kachel aan. Een soort machine. Ja, dit is wel heel prachtig. Ja, een soort graanmaalmachines. Ja. Hier kan het dan in, het graan hierin. Wauw, dit is grappig. Dus deze machine maalde zeg maar het graan. Ja. Wauw. Dan had je hier een soort elektriciteits... Kachel. Kachel. Met een stoomturbine zo. Ja, en die kachel, die drijft dan dat prachtige graanmaalmachine aan. Ja, zoiets. En dan hangt hier ook nog een touwtje. Iets wat het misschien het leukje moest openhouden daar. Ja. Kan ik je bij op? Ja. Zoals je hier wel kunt zien, hier kun je in. En dan werd alles in gemalen. En kijk, dan konden ze het hierin gooien. Het werd aangedreven door het prachtige wiel. En dan heb je hier prachtige, oude gereedschappen. Zoals bako's en... Klein woordjes. Wat staat hierop dan? Paul, wat staat hierop? Ja, dat kan ik niet lezen. Ik ga naar boven. Bij afwezigheid gelieve te bellen. Even geduld. Wow. Echte gatenkaarsen. Ja. Verder wat interessant? Nee, heel veel rommel. Zijkant van het dak is er helemaal, alleen maar plastic. Okay. En je ziet alleen de pannen. Verder is helemaal niks, geen isolatie, niks. Dit was de stoomturbine die de graanmaalmachine aandreef. Het lijkt erg op een muis.
Zie, graan wat hier op de grond lag. Dit is echt uniek. Er lagen erg veel oude spullen in deze schuur, waaronder heel veel potten rattengif. Dit werd natuurlijk gebruikt tegen alle ratten die afkwamen op het produceren van veel graan. Dit is het gedeelte van de woning helemaal half ingestort, dat zie je hier. Maar zo je ziet, het is wel een groot gedeelte. Denk om je hoofd. Andere werkbeestjes, volgens mij die vrouw hier. We moeten daar naartoe, die verste deur daar, denk ik. Zie je die verste deur? Hé, hey, dit is de woning. Dit is de woning. Plaatspeler en een wauw, oh nou, zie je, mooi bank, plaatspeler. Moet je dit houtsnijwerk eens kijken. Dat is echt heel mooi. Kijk eens, zoveel. Hier staat een prachtig gouden schilderij. Deze kamer had erg mooi houten meubilair. Het blijft altijd bijzonder om te zien dat alles is achtergelaten. Wij denken zo dat de bewoners gelovig waren, omdat we heel veel beeldjes en kruisen tegenkwamen. Dit was dan waar ze schiet. Waar ze schiet. Hij had een groot koffer erop. En hier staat nog een foto. Deze mensen hadden duizend kinderen.
adressen op en nummers. Ik denk dat ik wat gebeuren. Maar zoals je al ziet, het is echt super mooi dit. Stap binnen in een kamer van vergeten reizen, waar persoonlijke foto's verluisteren over gedeelde herinneringen en onvertelde avonturen. Ook vinden we een koffer op het bed. Waarschijnlijk hebben ze daar veel mee gereisd. Het blijft erg mysterieus om te zien dat deze bewoners al hun persoonlijke spullen hebben achtergelaten. Echt bizar dat er zelfs nog dingen in de koelkast zijn achtergelaten. Onder het verlaten huis bevond zich een kelder, waar de tijd leek stil te staan. Wekpotten, ooit gevuld om de winterse honger te trotseren, stonden daar als stille getuigen van vervlogen dagen. Yo beste kijkers van Lost Buildings, bedankt voor het kijken naar deze super toffe aflevering. We hopen dat jullie alsnog genoten hebben en dan zien we jullie bij de volgende. Your steps keep me awake, don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace, now I'm slipping through the cracks of your cold embrace, so please.